Dag allemaal, welkom weer, fijn dat jullie kijken. We gaan wederom aan de slag met een kunstwerkje. Dit keer wordt het een kikker. Althans, ik hoop dat het daarop gaat lijken. Het is een dier wat wederom gemaakt is van materialen die we allemaal in huis hebben. Want dat is even heel belangrijk. Nou, je ziet wat het ongeveer is. Het is een prototype, zo heet dat dan. Eventjes een uitprobeerseltje. En ik laat jullie zien in stappen hoe dat je tot zo'n vorm kunt komen. En hoe dat je het vervolgens kunt gaan versieren en in gaan kleuren en er een heel eigen werkje van kunt gaan maken. Nou, wat heb je nodig voor dit kunstwerk? Dat is gewoon een krant. Maakt niet uit welke. Kan een krant is een krant. Tape. Plakband. Dit is dan toevallig speciaal van de huisschilder. Misschien heb je dit niet in huis. Misschien heb je wel gewoon dat normale plakband in huis. Dat is ook prima. Dus daar moet je je niet zorgen om maken. Nou, wat je nog meer nodig hebt is een schaar. Lijm. Kleurpotloden natuurlijk. En nog velletjes papier. Het liefste een beetje stijf papier. Gewoon tekenpapier. Dat is al meer dan genoeg. We gaan van start. Ik stel voor dat we eerst met het lijf beginnen. Nou goed, dat is eigenlijk vrij simpel in eerste instantie. Want je moet gewoon je pakt één stuk. Maak er een prop van. Weer een stuk. Kijk, en dan begin je eigenlijk al meteen met een soort van vorm. Want ja. Het kan gewoon een ronde prop zijn, maar het kan ook een beetje druppelvormig. En daar kies ik eigenlijk het liefste voor, omdat als je dus even een kikker voor je geest had. Het was eerst ooit een kikkervisje, om het zo te zeggen. En een kikkervisje, en dat kun je altijd nog zien aan de vorm van de kikker, want uiteindelijk heeft hij ook een klein staartje, een klein achterkantje. Dus dat probeer ik nu even. Nou, ik heb drie stukjes krant gepakt. Nou, dan gaan we gewoon vervolgens pakken de tape. Dat is even moeilijk, dat is even wennen, maar het maakt niet uit hoe dat die plakband er overheen gaat. Want het kan gewoon, als al die stukken papier maar gewoon in elkaar zitten, dat is eigenlijk het belangrijkste. Oké. Nou. Dit zou een beginnetje kunnen zijn van het lijf. Nou, de poot is wat makkelijker. Pak je gewoon zo, pak ik het vel zo en dan kun je het beste gewoon zo oprollen. Nou, één stuk is natuurlijk een beetje te dun. Je moet eigenlijk een beetje royaal zijn en twee stukken nemen. Ja, en dan weet ik ook niet precies, maar volgens mij zijn de achterkanten, je hebt de kikkerbilletjes natuurlijk, dus de achterpoten zijn dus wat dikker dan de voorpoten. Laten we dit als voorpoten nemen. Nou, je begint dan ergens. En probeer het een beetje stevig te doen. Want het is best wel een dingetje om van krantenpapier, wat heel dun is en heel slap, om daar gewoon toch een stevige vorm van te maken. Nou, dat is wel even belangrijk, want anders blijft het niet staan. Kijk, dan gaan we dus. Het makkelijkste is van het midden uit zo naar de kanten te gaan. Nou, ik doe het eventjes heel snel, maar je mag er natuurlijk alle tijd voor nemen. Kijk, als je deze al zo'n beetje zo laat. Oké, dan kun je je voorstellen dat. Goed, nou, oké, dan gaan we er nog eentje maken. En dan kiezen we zo meteen wel wat de voor- of achterpoten gaan worden.
Ja, het is sowieso talent ook nog eens goed besteed, hè? Want ja, je kunt alles wel weggooien, maar dit is dus veel leuker. Oké. Nou. Het beste kun je staand werken, denk ik hoor, want heb je de meeste bewegingsruimte. Zo. En een beetje, wat ik al zei, dit is belangrijk, hè? Een beetje strak aantrekken. Het gaat nu niet zozeer over hoe goed dat die lijkt, maar eerder over hoe dat je een dier kunt maken. Oké. Nou, je ziet dat het een staartje, dit wordt de achterkant. Ik kies dit als achterpoten. Nou goed, let op. Dit kan wel even een gedoetje zijn, want je moet even met die tape gewoon. En anders kun je altijd elkaars hulp inroepen. Zo, die zitten. Nou, het is nog geen verre van een kikker, maar goed. Dan gaan we deze ook doen. Zo. Dit hier zo. Oké. Nou. Ja, nou is het natuurlijk nog geen kikker, maar je kunt je voorstellen dat het er een gaat worden. Zo zit hij nu. Je kunt dat met tape en zo kun je dat allemaal nog veranderen als je wil. Maar laten we het voorlopig maar zo zitten. Het is wel een grappige kikker. Nou, als je dit er een beetje afknipt zo. Eventjes in eerste instantie. En dan gaan we natuurlijk de poten maken en het kopje. En de kop van een kikker is eigenlijk wel heel grappig. Als jullie het goed vinden, doe ik het even met krijt. Dat gaat wat sneller. Maar jullie kunnen natuurlijk gewoon kleurpotlood gebruiken. Dan kies ik ervoor om de binnenkant van het bekkie gewoon rood te maken. En goed, als je een beetje mixt met kleur. En als je hem dan omdraait en je doet dit bijvoorbeeld met twee kleuren groen of even kijken. Maar je kunt er natuurlijk ook stipjes geven of je mag dat helemaal op je eigen manier bedenken. Maar dit wordt dus de buitenkant. Maar goed, je hebt je zus, je hebt zo, dan kun je hem zo dubbel vouwen. Nou, als je even kijkt, dan schat ik hem, maak ik hem ongeveer zo groot. Ja, ik denk dat zo'n bekkie dat ongeveer zoiets is. Nou, oké, nou goed. Nou doen we de ogen. Eens even kijken hoor, dan gaan we gewoon zoiets is het altijd, hè. Dan een beetje goed op maat, maar een beetje kleiner. En dan, iedere kikker is weer verschillend, dus je mag zelf kiezen van nou, weet je, ik doe die ogen heel hoog of heel groot of heel bol. Nou goed, elk kikkertje heeft zo zijn eigen karakteristiek. En daar mag je zelf vrij mee spelen. Dat kan soms juist heel grappig zijn. Nou, dan gaan we eventjes. Maken we er even een paar pupillen op. Die hebben van die grote kijkers, hè, die kikkers. Die zijn kei grappig om te zien. En dan doen we gewoon een beetje groen eromheen. Ja, maar je kunt het allemaal veel mooier doen hoor, voor jezelf. Misschien wat groene stippen of zo. Kijk, we hebben hier het bekkie. Dat is ook gewoon een. Ja. Als je dan dit doet. Het is eigenlijk een beetje toveren met twee vormpjes. Dan heb je meteen al de suggestie van een kikker. Ook de achterkant niet vergeten, heel belangrijk. En dan die ogen natuurlijk. Nou goed.
Je kunt je voorstellen, kijk, het lijf is natuurlijk heel belangrijk, maar als je naar de kikker kijkt, zie je toch in eerste instantie op de kop. Die kunnen we gewoon vast lijmen. Maar ik doe het even gauw tussendoor, omdat nu doe ik het gewoon even met de nietjes zien. Zo, dus die is klaar. En nu de poten. Weet je wat we het beste kunnen doen? Ook gewoon eventjes een stuk groen maken. En dan doe het eventjes niet, ik werk het even niet helemaal goed uit, dat is niet zo heel belangrijk. Het gaat eerder over de manier, dat weten we, dat hebben we al afgesproken met elkaar. En dan kunnen jullie het gewoon lekker rustig in alle tijd doen. Oké, en ik denk dat we die ook gewoon dubbel kunnen vouwen. Want dan, als je er dan eentje uitknipt, heb je er meteen twee. Dat gaan we gewoon eventjes proberen, hoe we dat het beste kunnen doen. Dat zijn eigenlijk van die soort van die zwemvliesjes ook, hè? Dus dan beginnen we gewoon met een... Met zoiets. Nou, laten we meteen de voorpoten ook maar doen. Of de achterpoten. Oké. Nou heb ik de binnenkant niet gedaan, maar dat kun je ook natuurlijk nog kleuren. Nou goed, en dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen met die pootjes, met die nopjes aan. Dat is natuurlijk wel heel grappig. Ik doe het zo maar even gauw uit mijn hoofd. Ze hebben eigenlijk van die zwemvliesjes. Ja, ik weet ook niet precies wat het zit, maar die teentjes zijn altijd wel grappig. En ook nog een tongetje, maar ja, dat heb ik er nou even. De tongetje, dat kan heel lang zijn. Dus je kunt hier ook nog een soort rood tongetje maken. Nou goed, dan heb je eigenlijk zo'n pootje. Hij knijpt hem door. Ik zal ze even gewoon vast nieten. Misschien is dat handig, dan hebben we een beetje een idee. Als het niet misschien ertussen kan. Hier nou met de dingen doen gaat ook met lijmen, dat begrijpen jullie wel. Dit kopje kan ik niet met nieten doen. Dus dat doen we gewoon met lijm. Oké. Dit is de kikker. En dan zeggen we, ja, ik vind het toch... Ik wil toch graag dat die armpjes en zo, en dat het allemaal wat kleurrijker is. Je dan, als je dus alles gekleurd hebt, heb je allemaal van die kleine, dan kun je zeggen van nou, ik ga hier rondjes van knippen bijvoorbeeld. Nou, en die kun je dan hierop plakken, snap je? Daar waar je het precies ziet. En hoeveel dat je erop plakt, dat is aan jou. Zo, ik denk dat we nu het complete verhaal hebben en dat het... En ik hoop dat het ook duidelijk is, dat jullie aan de slag kunnen. Dus ik zou zeggen, leuk dat jullie gekeken hebben. Wederom. En ja, heel veel succes met het maken. Tot de volgende keer. En dankjewel.